Maar je vraagt je af of ze het allemaal wel nodig heeft met haar ultraslanke lichaam. Maar ja, je bent hartstikke strak gewoon. Je bent zelfs een beetje, nou ja, je bent heel slank. Ja. Heb jij, dan loop jij niet het risico om te mager te worden? Ja, wel, maar daarom heb ik ook een paar maaltijdjes bij voor onderweg. Ja, ik zag je net onderweg eten. Ja, ja, ik moet wel zorgen dat ik echt blijf eten. Want door het reizen en vele werken, ja, gaat het gewoon zo snel. Mm-hmm. Dus ik moet gewoon wel goed blijven zorgen dat ik, ja, dat ik wel goed, gewoon goed blijf eten. En daarom doe ik hier ook geen cardio. Ja. En is het gewoon vooral meer op de spieren en ja. Ja, er is natuurlijk veel discussie over de laatste jaren, ja. Hè? Dat modellen te slank worden. Ja. Snap je dat daarover gediscussieerd wordt? Ja, misschien zou ik het zelf ook wel iets voller willen zien. Ja. Maar ja, helaas bepaal ik die regels niet. Nee, dus pas jij aan de regels? Ja. Ja, dat is waarvoor ik betaald krijg. Dus dat hoort er voor mij bij. Ja, ja, maar ik snap dat een ander zijn prioriteit ergens anders heeft liggen. Ja, nou ja, anders kunnen ze mij als voorbeeld nemen. Kijk, dit is ook gewoon prima hoor. Zo. Dit mag ook gewoon. Ja, maar jij hebt het veel te druk met presenteren. Denk gewoon maar af en toe een biertje of gewoon een hamburger. Is heerlijk, kan ik je vertellen. Ja, dat weet ik wel. Ja? Ja, eet je het wel eens? Zeker, ja, tuurlijk. Ja.